Goedenavond, welkom bij het lijsttrekkersdebat in de gemeente Boekel en Veenhorst. We gaan met onze lijsttrekkers vanavond eens proberen om een aantal stellingen te bepraten hier in Nia Domo. We hebben er een zestal, dames en heren, die we aan de orde willen laten komen om u, de kijkers hier in de zaal, maar ook de kijkers thuis, toch wat wegwijs te maken in de politiek. 19 maart is het weer zover, gaan we met z'n allen naar de stembus. En als we gaan kijken op de diverse lijsten, zien we dat er ook heel veel jongeren gelukkig zijn toegetreden tot de politiek. De dames en heren die het vandaag voor ons gaan doen hier aan tafel. En dan heten we ze natuurlijk welkom. Het is mevrouw Maria van den Broek. Om met de dames te beginnen, heren, dat vindt u ongetwijfeld niet erg. Nieuw bij het CDA. Verder de heer Ton van der Ven van het Democratisch Onafhankelijke Partij. Ook de nieuwe lijsttrekker Jan van Duinhoven, oude bekende van Boekels Welzijn. De heer Henry Willems van Gemeenschapsbelang Veenhorst Boekel. Om het even goed te zeggen. En als laatste Walter Manders van de VVD. Zes stellingen, dames en heren, die we voor u hebben. En we gaan ze natuurlijk ook allemaal apart eventjes inleiden. We beginnen met het eerste verhaal. Dat heeft te maken met de Randweg. Komt die wel of komt die niet? We gaan naar de eerste stelling. De Randweg. In de Boekelse politiek is democratisch beslist dat er een Randweg gaat komen. Nog in de vorige periode, onder wethouderschap van Peter Ketelaars, is hier veel werk in gestoken. De Boekelse politiek heeft zich vervolgens netjes aan de procedures van de provincie gehouden om te komen tot een randweg. De provincie heeft nu beslist dat de randweg nog niet doorgaat. Hoe nu verder? En dat allemaal met de randweg. Ja, het is een gesprek, een orde aan van het gesprek van de dag geweest. Mevrouw van den Broek, om met u maar eens te beginnen, want ja, het CDA gerucht, het lijkt erop dat het CDA niet meer zo voor is. ZLTO is dan toch een belangrijke factor eigenlijk geworden? Nou, los van wat de ZLTO daarvan vindt, CDA heeft daar duidelijk zelf stelling in. Kijk, de Randweg heeft dan een lange traject al gelopen. De provincie heeft ons twee keer, als het ware, een pas op de plaats laten maken. In najaar 2012 en afgelopen november. Ja, het CDA is in eerste instantie natuurlijk een voorstander geweest van de Randweg, zoals alle andere politieke partijen toentertijd ook. Alleen, het CDA is nooit een voorstander geweest van het huidige traject wat er lag. Dus in die zin is de situatie nu een heel andere dan 12 jaar geleden. En als je nou kijkt naar het oplossend vermogen wat die randweg zou bieden, 33% van het verkeer wat van buiten komt gaat over die randweg, is er natuurlijk wel goed dat er een afweging wordt gemaakt van de baten en nut en noodzaak. Niet openstaan voor alternatieven is voor ons geen alternatief. De provincie heeft duidelijk aangegeven nu, het geld ligt klaar. Maar ga wel kijken naar goede alternatieven om dat probleem in de kom om te lossen. Ja. En dat is voor het CDA ook echt uitgangspunt. Als we gaan kijken naar alternatieven, die opdracht hebben we nou gekregen, dan is dat ons speerpunt. Het probleem in de kom moet worden opgelost en de ontsluiting van de vlonder moet prioriteit hebben. Meneer Manders, want de VVD is altijd tegen geweest. Maar nou is het toch zo dat bijvoorbeeld de ondernemers op de vlonder, die zijn toch voor? Ja, klopt inderdaad dat de ondernemers op de vlonder voor zijn. Tenminste, sommigen, als we het zo mogen zeggen. Het is in ieder geval zo dat 4 jaar geleden zijn wij als VVD waren wij de enige partij van de 5 die de nut en noodzaak van de randweg ter discussie gesteld hebben. Daar staan wij nog steeds achter, want het blijkt nu ook wel dat de provincie daar duidelijk ook de nut en noodzaak niet van gezien heeft. Daarom denk ik dat het ook belangrijk is dat je in een systeem net als in Boekel, een gemeenteraad in Boekel, dat je ook belangen krijgt waarbij je in de provincie terecht kunt. En daar kom ik al meteen op een heel belangrijk punt in deze discussie is, als je lokale partijen hebt, dan heb je in de provincie of rijkelijk of wat dan ook, heb je geen invloed. En nou zie je al meteen bij het eerste agendapunt, zie je direct dat de VVD en in dit geval ook het CDA, wel invloed hebben bij de provincie en die taak van de provincie wordt steeds belangrijker. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, meneer Van Duinhoven. Ja. Ik weet niet of je vanmorgen het ontbijtnieuws hebt gezien op RTL. Nee, toen moest ik werken, Jan. Nee, op of ze wordt. Wat is een weet niet, maar ging dat ook over de randweg, meneer Van Duinhoven? Nee, het ging over iets anders, wat er altijd mee aankomt zetten. Maar in ieder geval vanmorgen met het ontbijtnieuws noem ik het maar. En dan een. Iemand uit Den Haag, hè, die vertelde heel leuk en ik vond het wel interessant. Zeg maar de
landelijke partijen die schermen altijd heel vaak dat ze lijntjes hebben lopen naar boven. Die meneer, professor Huppelhupp, die vond de grote kolder, dat is angst aanjagen. Het is nog nooit bewezen dat het invloed zou hebben op de lokale politiek. En vandaar ook heel veel meer mensen lokaal. Ja, ik denk dat als je naar de provincie kijkt, dat is los van de randweg. Want deze randweg is gewoon al een voorbeeld daarvan. Hè? Mag ik even aanvullen? Ja, meneer Van der Ven. We hebben vorige week een debat gehad met ZLTO. Het barst van de impopulaire maatregelen vanuit de provincie richting onze agrarische medemens. En dan nemen CDA en VVD allebei ontzettend afstand. Nee, dat zijn wij niet. Wij zijn de lokale partij. Daar hebben wij niks van voldoen. Het is een beetje willekeur hoe ze mee omgaan. Ik moet eerlijk zeggen, dan haal je denk ik twee dingen door elkaar heen. Hè? Het gaat om lokale onderwerpen in Boekel. We hebben in Boekel een heel groot buitengebied. Dat vraagt om een oplossing van een aantal dingen. En dan is het heel goed dat wij lijntjes hebben met de provincie en de landelijke politiek. Om daar duidelijk de kaders te laten aangeven waarbinnen wij nog eenmaal ook binnen Boekel moeten werken. Maar nu even terug naar het standpunt. Ik denk dat dat alleen maar een plus is. Even terug naar die rondweg. En meneer Willems. Ik wil twee zinnen weer op een ander onderwerp zetten. Ik denk dat we even terug moeten komen op de randweg. En de randweg is hetgene waar het nu over gaat. Wie wil de randweg? Niemand heeft om een randweg gevraagd. We hebben om oplossingen gevraagd. En we hebben naar oplossingen gekeken. En dat is 12 jaar geleden al ingezet. Daar hebben twee CDA-wethouders hard voor gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En in die zin hebben wij dat ook voortgezet. En voor de verkiezing van 2010... heeft het CDA het begin en het eindpunt vastgesteld, net voordat de nieuwe verkiezingen begonnen. En dan denk ik, en dan nu nee zeggen tegen de randweg, ik vind het een draaierij die dan niet bij thuis hoort. Nee, meneer, is die nut en noodzaak? Is die eigenlijk wel degelijk aanwezig van die randweg? Wij hebben nieuwe verkeersstellingen gedaan op de VVD. Naar aanleiding van de vragen, als een nieuw kentekenonderzoek uitwijst dat het nog steeds overlast is op de Kerkstraat, gaan wij ja zeggen. Wat doet de VVD, zegt nog steeds nee. Is het nut de noodzaak? Wij zitten momenteel in de eindfase van een economische crisis. Dus de bedrijvigheid, ook het verkeer, is op dit moment op een minimaal punt. En dan zelfs wordt aangetoond dat er nu al overlast is. Zo'n randweg die leg je aan voor over 20, 30, 40 jaar. Dus hebben mensen in onze achterban, die hebben in de Kerkstraat gewoond, die hadden af en toe zo'n metertje en dat sloeg alle kanten alarm van de uitstoot door de straat. Daarnaast zijn we ook bezig, iedereen wil hier een beter centrum hebben, een mooi winkelcentrum, verkeersluwplein. Dat verkeer wat wij straks bij het plein willen weren, moet ergens naartoe. Wij kunnen de mensen van de Zandhoek, van de Helvriestraat, van de Wilhelminastraat, kunnen wij niet belasten met dat verkeer. Dus een randweg, is dat nog nodig? Ik denk zeker met de plannen die er liggen, meer dan ooit. Meneer Manders? Ja, het is inderdaad. Maar als de provincie unaniem nogmaals, hè? Niet achter de provincie verschuilen. Als gemeenteraad beslist, kunnen we het hiervoor het zeggen hebben. En daar kunnen we standpunten innemen waarmee men naar de provincie gaat. Meneer Willems, wij hebben als gemeenteraad helemaal niks meer over de randweg te vertellen. De provincie heeft die besluitvorming overgenomen. De provincie heeft de besluitvorming overgenomen. En we zitten nu te discussiëren over een agendapunt waar wij met z'n vijven helemaal niks meer over te vertellen hebben. Maar is er want het ligt bij geld, de provincie. Want daar ging het over eigenlijk bij. Hè? Want nut en noodzaak. Is er voldoende geld vanuit de provincie om die rondweg te realiseren, mevrouw Van den Broek? Er is een flink bedrag gereserveerd door de provincie. Dat komt om en nabij de 17,5 miljoen, als ik het goed begrijp. Dus ik denk dat we dat bedrag ook heel erg moeten gaan benutten, nu het voor ons in feite klaar ligt. Ja, maar u zegt op uw eigen site, voor het CDA, in het verkiezingsprogramma, zegt u van, we moeten eigenlijk, die randweg is niet nodig, we gaan kijken naar ontsluitingswegen in de omgeving. Ik herhaal eventjes. De randweg zoals die nu gepland was, was nooit de voorkeur van het CDA. Toenertijd is... Daar zit het nou net in. Laat het feit eens benoemen. 10 jaar geleden, zoals meneer Willems al vertelde, is door twee wethouders van het CDA de nut en noodzaak van de randweg. Moest er komen. Dat zegt u met zoveel nadruk. Nee, CDA, nee. We zitten wel in een coalitie. In de coalitie. Ja? De coalitie. Want u zegt het zo met zoveel nadruk. De coalitie, ik neem mijn woorden terug, de coalitie. Hard aan getrokken. Was nog 10 jaar geleden was de helft van het verkeer en de Vlonder was nog maar de helft volgebouwd. Waar is het misgegaan, in mijn ogen, bij het CDA? Toen de CDA de keuzetraject niet kon goedkeuren. Toen is de CDA gaan draaien. En de lijntjes naar boven... Nee, het CDA is nooit gaan draaien. We hebben altijd heel stellig gezegd welk traject wij de beste vonden. Dit traject had niet de voorkeur van het CDA. Maar we hebben van tevoren een zoekgebied bepaald met z'n allen. Daar stond het CDA volledig achter.
En het traject, zoals wij gekozen hebben, het tracé met z'n allen, valt helemaal binnen het zoekgebied. Dus op dit moment vinden wij het ook een rare wending. Ik verwijt VVD niets, want die is van altijd vanaf het begin tegen geweest. Waarom, dat begrijp ik niet, maar het is altijd tegen geweest. Maar ik verwijt wel het CDA dat ze zijn gaan draaien. En dus in de provincie heb ik. En als je dan met meneer Ketelaar sprak, dan zeg je, ja, maar de provincie maakt hun eigen afweging. Maar wat dan heel frappant, unaniem in de commissie, is afwijzend, is geweldig gelobbyd. Prachtig werken, dat mag iedereen, mag lobbyen. Maar de CDA en aanhang van CDA en de VVD hebben geweldig gelobbyd, lijntje naar boven, om de randweg tegen te houden. En waarom heb je gelobbyd? De bewijzen liggen er, want als de gedeputeerde Ruud van Heugten, of van Vught, Nout van Vught, in de commissie zegt, ja, ik wil wel voor de randweg zijn, als de tracékeuze anders is. Dan vraag ik me af, wie heeft er gelobbyd? Wie heeft er gelobbyd bij het CDA of de aanhang van het CDA in de provincie? Hoe kunt u ons nou verwijten dat wij gedraaid hebben als wij ons standpunt continu hetzelfde hebben gehouden? Nee, dat is dus gelobbyd naar de provincie om de commissie te overtuigen. Zeg nee, alleen maar ja zeggen als de keuze anders is. Meneer, dat is gedraaid. Ik ben helemaal te anders, maar stel dat die weg nu komt, over een aantal jaren, want dat is binnen misschien nu en 15 jaar. Hoe zit het dan met de leefbaarheid van Boekel? Is het stuk beter. Waarom? Omdat we dan een kern kunnen creëren. Minder doorgaand verkeer. De ontwikkeling van de Vlonder kan beter. Er zijn grote bedrijven komen, die hebben recht op ontsluiting. We hebben de mond vol van mensen moeten kunnen ondernemen. We halen bedrijven binnen. Werkgelegenheid is belangrijk. Maar geeft dan ook de ruimte dat ze kunnen ondernemen en ook de ruimte dat ze zich, de weg kunnen vinden buiten Boekel. Ja. Meneer Willems, de leefbaarheid van Boekel, is die gewaarborgd? Die blijft gewaarborgd. Ik denk, we moeten ons realiseren, wat bereiken we met de randweg? Overal in het land zie je wanneer grote wegen worden aangelegd. Je kunt het van groot naar klein brengen, maar als de A50 wordt aangelegd en die gaat om Veghel heen, om het hele industrieterrein en je ziet wat dat betekent voor Veghel en wat daar voor economie ontstaat. Zo kun je het kleinschalig zien voor de gemeente Boekel. Als we daar een randweg aanleggen, is het een 80 kilometer ontsluitingsweg waar verkeer aantrekkelijk voor verkeer en aantrekkelijk voor de Vlonder. En ik denk dat vele ondernemers op de Vlonder, maar ook in Boekel, daarmee een groot plezier doen. Want verkeer en vervoer speelt een hele belangrijke rol bij de aanvoer voor ondernemers. En dat moeten we echt niet onderschatten. En dan zeg ik ondernemers op de Vlonder, maar we hebben ook ondernemers in het buitengebied. En ook daar wordt de wegen aangelegd, zodat zij betere wegen hebben. Ik denk dat het daar ook zelfs een voordeel voor kan zijn. Ook al gaat het ten koste van agrarische grond, wat soms moeilijk is voor agrariërs om af te geven. Maar ik denk dat als Boekel, als een zelfstandige gemeente in de toekomst daar echt bij gebaat zijn om die randweg aan te leggen en voor iedereen het beter gaat. De leefbaarheid ook zelfs in Boekel hoop ik dat we dat daar ook mee versterken. Want een verkeersluwercentrum is ook aantrekkelijker dadelijk om in rust te winkelen en je boodschappen te doen. Ja, meneer Manders, want ik denk dat de ondernemers in het centrum van Boekel daar anders over denken. Ja, daar ben ik helemaal van overtuigd, of dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want de ondernemers in het centrum, die zijn tegen die randweg. Want het boodschappencentrum wat wij in Boekel hebben, dat gaat eraan als we die randweg aanleggen, want dan wordt het veel te rustig voor. Ik wil graag reageren. In Nistelrode, u wel bekend, zit een bedrijf van Tilburg. Dan moet je zaterdags gewoon wachten tot je daar kunt parkeren. Het is puur het aanbod wat mensen aantrekt. En je komt niet toevallig door een dorp rijden en denkt, hey, in kledingzaak, daar ga ik eens een spijker bekopen. Doe het omkeren, meneer Van der Wendt, doe het omkeren. Stel dat die firma weg was uit Nistelrode, zou het dan nog zo druk zijn? Nee, maar daar gaat het niet over. En daar is ook die randweg gekomen. Vroeger ging alles door Nistelrode. Ja, dat komt door alleen maar Tilburg, snel gegroeid. Maar dat komt niet door Nistelrode. Een praktisch voorbeeld. Ik ga niet vaak winkelen. Als ik ga winkelen, dan ga ik liever hier op het plein winkelen. Dan kan mijn auto parkeren. Dan, bij wijze van spreken, nee, op het plein kun je geen auto parkeren, maar er is altijd wel parkeerruimte. Misschien komt er in. Maar waarom ga je niet in de Kerkstraat? Of je moet noodzang, als het bij Fransen moet zijn, moet bij Fransen zijn van de bril. Want die zitten niet hier. Maar waarom? Je kunt je auto moeilijk parkeren. En op het moment dat je weg moet rijden, heb je alle problemen om het in te voeren. Dus dat is cruel. Even dit onderwerp eventjes wat afgerond. Maar ik wil één ding zeggen, en dat vind ik wel belangrijk dat de mensen het weten. Dat we hebben op dit moment voor die hele randweg
10 jaar noeste arbeid en 650.000 euro verspild als die niet doorgaat. En dat gaat wel op de schouders, van mijn schouder, en bij Ton, die is wat breder, hè, maar het gaat de kosten... Nee, maar het gaat wel de kosten... De kosten komen te liggen bij onze inwoners. Nou, wat we wel gewonnen hebben, is dat een provincie met ons zit mee te denken hoe dat we het probleem in Boekel kunnen oplossen. En dat is wel een plus. De oplossingen die dat voorgesteld dus worden voor kleinschalige maatregelen. Er is al gezegd, er is maar één oplossing. En dat is de randweg, rondweg, ontsluitingsweg, wie het noemen mag. Maar er wordt ook al gesproken door diezelfde commissieleden die gezegd hebben, dat moeten we niet willen, om het centrum, vrachtwagens, zwaar verkeer... te weren. Dus mogen geen vrachtauto's komen. Even kort dit programma even afsluiten, meneer Benuinhoven. Ik wil eventjes van u alle vijf ja of nee horen. Neem anders, die randweg die moet er komen in de toekomst. Nee. Ja of nee? Nee. Mevrouw van den Broek. Ja of nee? Het issue is veranderd in die tijd. We moeten nu op zoek naar alternatieven. Ja of nee? Die randweg op zich, als dat een van de alternatieven is, die eruit het onderzoek naar voren komt. Ja of nee? Moet er die randweg komen, ja of nee? Die randweg hoeft er dus niet te komen. Duidelijk. Meneer Willems. De randweg en de tracé. Nee, ja of nee? De randweg is goed gekozen. Buurtschap Zandhoek is gespaard. Ja of nee? En wij zeggen ja. Ja. Absoluut. Kijk, dat zijn duidelijke standpunten. Kunt u wat mee. We gaan naar het tweede filmpje. Ja, eigenlijk deze week nog in de commissie besproken volgens mij. Kijk even mee voor de luisteraars thuis. Het gaat over het Ecodorp. Het Ecodorp. Het gemeentebestuur heeft een plan waarbij de deelnemers aan het Ecodorp op termijn moeten laten zien dat hun plannen succesvol zijn. Met de gedachte dat de gemeente Boekel op dit moment bouwgrond genoeg heeft, zou je kunnen denken dat op deze manier een experiment zijn kans moet hebben. Echter, in de Boekelse gemeenschap zijn er heel veel sentimenten rond dit plan. Waar komen de bewoners vandaan? Hebben ze wel genoeg geld? Hebben ze wel verstand van de natuur? Ja, dat is misschien wel de vraag. Hebben ze verstand van de natuur? Tijdens de optocht in Boekel, toen hebben ze zich al een beetje voorgesteld. Meneer Manders, is de VVD hier nou fel op tegen eigenlijk in feite op dat Ecodorp? Nou, fel op tegen is verkeerd gezegd. Wij zijn liberaal, wij zijn voorstander van welke levensvorm dan ook. Al gaan 30 mensen bij elkaar in één huis wonen. Prima, vrijheid bovenaan. Maar hier ligt het anders. Die Ecodorpers die worden zo voorgetrokken ten opzichte van de normale bevolking, dat wij zeggen gelijke monniken, gelijke kappen. Als zij op die grond willen gaan wonen, dan behoren zij hem eerst te betalen. En ik wil nog een keer benaderen, eerst betalen. Dat moeten onze kinderen ook, dat moeten wij zelf ook. Waarmee worden ze voorgetrokken? Bijvoorbeeld gaan ze die grond pachten voor 6.000 euro per jaar. Hè? 6 miljoen waarde, 6.000 euro. Nu is het landbouwgrond, die boeren mogen daar gras en dergelijke en koeien laten grazen. De Ecodorpers mogen daar met 12 gezinnen gratis, gaan wonen. Brengt hetzelfde bedrag op. En brengt hetzelfde bedrag op. Dus het wonen is gratis. Het wonen is gewoon gratis. 6.000 euro nou voor de boeren, voor de koeien. En dadelijk is het 6.000 euro voor de grond voor de Ecodorpers en die mogen daar gratis wonen. Waar mag je in Nederland nou met 12 gezinnen gratis wonen? Dan is de financiële onderbouwing van Ecodorp is helemaal niks. Helemaal niks. Er is niks financieel onderbouwd bij Ecodorp. De gemeente heeft er al 100 uur in zitten. Ik denk dat het al zo'n kleine 20.000 euro gekost heeft op het gemeentehuis. Dus de eerste 6.000 euro van de eerste 3 jaar is al weg. Helaas. Dus die Ecodorpers worden voor alle sterk voorgedrongen. We steken daar tijd in. Want even, hoe zit het met de andere partijen? Mevrouw van den Broek, staat de CDA erbij willen tegenover? Kijk, het unieke is dat dit Ecodorp gebouwd gaat worden op de Run. Dat is de locatie, die geeft in feite ook het issue aan. Daar zou het ook een villa bij komen eigenlijk? Ja, die was gepland. Ja. Daar zijn we al 10 jaar mee bezig. Ja. En als gevolg dat het 0 of 6 jaar. Ja, maar de vraag is of een Ecodorp daar een alternatief is. Maar is dat een villa? Daarmee, het probleem is. Als je daarmee de ontwikkeling van dat gebied in feite ook voor 5 jaar volledig blokkeert. Nee, dat blokkeer je helemaal niet. Want je kent de regels, we hoeven al die standpunten niet te herhalen. De regels zijn heel duidelijk. En het is een kwestie van. Het probleem is een financieel probleem van Boekel. Hangt een molensteen onze nek van tussen de 5 en de 6 miljoen. En daar hebben we nog steeds geen oplossing voor gevonden. Dan moet ik de VVD echt in ondersteunen. Wanneer daar op dit moment geen duidelijkheid is wat er over 5 jaar staat te gebeuren.
Als daar geen duidelijkheid dan over is, dan moet je nu al zeggen nee. Nee, dan zijn we weer bij af. Dat klopt. Maar als je morgen... Dorpers die ecodorps hebben nu geen geld. Hè? Jij gelooft er als ondernemer toch niet in dat die mensen over 5 jaar wel 6 miljoen hebben. En dan met betrekking tot bewoning en tot huurrecht, je krijgt ze er nooit meer vanaf. Ja, want ze maken 20 bv'tjes. Dat zijn allemaal suggesties en veronderstellingen die ik niet deel. Het probleem is, en de opdracht aan het college is, van ons allemaal hier rond deze tafel. Kom met een oplossing. Klopt. He? En volgens mij kwam dat het felste van de VVD. Ja. Want het college komt maar met een oplossing en zegt nee, jullie moeten met een oplossing komen. Ja. Nou, Wij hebben gesteld. Ja. Wij hebben en gesteld. Die oplossing, wat het mooie van dit oplossing is, dat je elk moment van de dag, elk uur van de dag voor de volgende 5 jaar deze mensen weer aan de kant kunt zetten als een beter plan onder ligt. Wij als VVD hebben gezegd, we moeten out of the box gaan denken. Wij moeten in Boekel grond verkopen. Daar staan we voor. Want we zitten met 33, 34 miljoen schuld. Daar moet aan gewerkt worden. Maar dit is geen manier om daar aan te werken. Nee. Mario, ik dacht je gaat het rijtje af, dan heb ik even keurig gewacht. Oh. Maar ik wil er even iets benadrukken. Wij zijn in Boekel absoluut niet in de positie om plannen die mogelijk 5 miljoen opleveren, om daar gewoon te zeggen, jongen, het is belachelijk, daar doen we aan mee. We hebben gewoon de plicht ten opzichte van de burgers om dat grondig te onderzoeken. Er zit nu een rentelast op van €200.000 per jaar. Op de grond? Ja, op de grond. En wij zijn, en hebben afgelopen week ook gezegd in de commissievergadering, kijk of die mensen nou moeten gaan pachten voor €6.000, daar valt niet over te discussiëren. Wij hadden ook liever dat ze gewoon meteen die 2 ton ophoesten. Maar wij zijn wel verplicht om dit plan goed te onderzoeken. Het ligt er al jaren, er is geen enkel perspectief dat het verkocht gaat worden. En we kunnen wel zeggen, die mensen hebben niks. Het zijn mensen met goede banen. Als je gaat rekenen, het zijn dadelijk 35 gezinnen. Om die grond te kopen, is als 35 keer 1,5 ton bij elkaar gebracht kan worden, dan heb je 5 miljoen, heb je de grond. Maar moet je de rest gaan ontwikkelen. Ik heb pas een stuk gelezen van de Triodosbank. Daar barst het van het geld en willen heel graag investeren, met name in hypotheken, in dit soort duurzame ontwikkelingen. Wat ik ook heb gemist, is de financiële onderbouwing van het hele stuk. In heel het ondernemingsplan, er wordt geen stuk hoe het gefinancierd wordt. Daar zijn we erg benieuwd naar. En dat willen we eerst beoordelen. En heeft dat kans van slagen? U krijgt zo dan een krijgt het traject een kans. Heeft het, zeggen we van tevoren, ja jongens, het is echt een doodgeboren kindje. Daar gaan we niet aan beginnen. Even dan de volgende vraag, meneer Van der Ven. Waarom hebben ze dan op andere plekken niet de gelegenheid gekregen om dat te doen dan? Want bijvoorbeeld Veghel... Yep. Hebben ze gevraagd en dan konden ze geen boete aan de grond krijgen. Veghel was een heel andere groep. Hè? Nee, maar dan moest de Veghel was exact dezelfde groep, dat was ook meneer Vlems. Moest er wordt contant worden afgerekend. En dat konden ze toen. Ja. Meneer Willems, meneer Van Duinhoven, meneer Willems. Het is zo dat wij inderdaad met een probleem zitten wat betreft de financiën. We hebben in het verleden de run aangekocht met het idee daar flink geld aan te verdienen. Om daar grote kavels met grote huizen te verkopen. Een idee wat toen misschien realistisch is, is nu niet meer realistisch. Maar het hangt om onze nek. €200.000 per jaar betalen wij als inwoners van de gemeente Boekel. €20 per persoon, elk jaar weer, 5 jaar lang en nog langer als er niks komt. Laat een ogenblik, ik heb u uit laten spreken, meneer Manders. Laten we een kans die we krijgen, laten we daar ook een kans geven. Dat betekent dat we die kans moeten onderzoeken en niet bij voorbaat weggeven zoals meneer Manders denkt dat we doen. Wij willen ook een gedegen plan eronder hebben liggen waar gedegen afspraken onder liggen. Ook financieel, juridisch, planologisch. En meneer Manders zegt gelijke monden en gelijke kappen. Ik hoop dat meneer Manders, zoals hij spreekt van mijn zoon of onze kinderen. Ik hoop dat hij morgen met 10 mensen op de stoep staat. Dan mogen die onder dezelfde omstandigheden van mij daar gaan wonen. Zij mogen daar een tijdelijke woning neerzetten voor 5 jaar. Geen fundering, geen nutsvoorzieningen, geen wegen. Moeten ze allemaal op eigen kosten aan gaan leggen. En meneer Manners, zijn zoon zit daar en er komt een projectontwikkelaar en dan kan hij de dag erop moeten vertrekken. En al zijn investeringen die hij tot dan toe daar heeft gedaan, zijn weg. En zo gaan we met ecodorpers om. En dan moeten we ons wel realiseren dat we mensen een kans geven om ook de gemeente van een financiële last te ontdoen. Even naar volgende, dames en heren. Want het ecodorp, prachtig, maar we hebben hier in Boekel een heleboel jongeren, Boekel Venhorst, hier graag willen wonen. Kunnen we die dan hetzelfde bieden? We hebben nog plannen op de Donk. We hebben plannen bij Centrum Oost. We hebben maar kosten, financieel, hè? Ja, mag ik even? Meneer Manders? Dus de heer Willems biedt nu aan dat diegenen uit Boekel en Venhorst daar 5 jaar gratis mogen gaan wonen?
Onder dezelfde voorwaarden. We hebben hier een rentelast van 2 ton per jaar. En die mensen mogen daarvoor 6.000 euro hebben. Dat is mag ik? Dubbeltje de meter, hè? Ja, maar ik zit al zo lang te wachten op een... Ja. Kijk, het probleem is die grond, die prijs van die grond is geduurd. Dat is ook een probleem voor Ecodorp dus. Ja, ja. De Ecodorpers, ja. Nou zitten we al 2 maanden te wachten op meer informatie over de onderbouwing. Blijkbaar is het college al een half jaar bezig om die onderbouwing op orde te brengen. En die komt maar niet. Nee. En naarmate dat langer duurt, neemt de twijfel alleen maar toe over de haalbaarheid van het Ecodorp. Ja, maar dat zijn geen argumenten, Maria. Ja, maar zolang we geen duidelijkheid hebben, kunnen we toch nog geen ja zeggen? Als het CDA morgen met een alternatief komt, of de VVD, of ik, of wie dan ook, dan vullen we het anders in. Kijk, alleen die kavel die er nou ligt, die verkocht is, hè, van, ja. Die een waarde van 150.000 euro heeft, hè, dan gaan we die grond, die is al weg, hè, die ene kavel. Die moeten we af gaan kopen al, dadelijk. Hè. Nee, dat is ook niet over gesproken. Nee. En die 6.000 euro per jaar, die zegt toch Walter, helemaal niks. Je moet de kiezers geen zand in de ogen strooien. Doe ik niet. De gemeente gaat geen kavel terugkopen als ze niet zwart op wit hebben dat ze de 5 of 6 miljoen beuren. Maar ik heb een oplossing voor jouw zoon. 5 jaar. Ik heb een oplossing voor jouw zoon en je vrienden. Even terug, heren. Ik heb een oplossing voor jouw zoon en vrienden. Wij doen het net of die mensen willen bevoordelen. Mensen moeten 5 miljoen betalen voor dat stuk grond. Maar, als er morgen een projectontwikkelaar komt en die zegt ik wil 4,5 miljoen geven. En ik wil dat deze week betalen. Dan geven we Ecodorp de kans, je kunt het ook hebben. We zeggen dat hebben we niet, dan gaat het naar. En dan leg je 500.000 toe wat je dan die project ontwikkelt. Wij moeten van dat stuk grond af. Dat is een is dat de reden? Is dat de reden dat daarom gebouwd mag worden? Dat is de enige reden dat wij het college opdracht hebben gegeven. Kijk eens naar iets anders, zoek naar andere oplossingen. En dan denk in eerste instantie aan een dependance van GGZ of wat dan ook. En dan komen ze met Ecodorp en ze zijn er zelf enthousiast over. Bij ons was het een complete verrassing en wij moeten dat heel goed bekijken. Ja, en dus... de plicht hebben wij om dat goed te bekijken, want wij zitten met geld van onze mensen te spelen. En wij kunnen het ons financieel niet veroorloven om de vrouw niet serieus te nemen. Het is altijd geweest om de run gefaseerd te verkopen. Nou is de koek zo dat we zitten te wachten op een projectontwikkelaar die het blijkbaar in zijn totaliteit moet kopen. Of 2 of 3 of 4 samen, dat maakt niet uit. Ja, maar dan dat het hele plan in 1 keer dus in de verkoop zou moeten. Ik vind dat een hele veranderende stelling. Als je dan denkt dat wanneer je 2 kavels verkoopt, dat dan de rest van de 35 kavels ook zomaar van de hand gaan. En dat voor die 2 of 3 kavels die verkocht worden, de gemeente wegen, riolering, elektra, straatlantaarns, trottoirs en wegen aan moet leggen. Dan zijn we meer kwijt aan geld om te investeren om een paar mensen te laten wonen dan dat het opbrengt. Meneer Manders. Ja, ik wil even zeggen, wij hebben inderdaad als gemeenteraad in zijn totaliteit unaniem besloten dat het college uit out of the box moest denken. Maar het is een verrekt klein bukske, Jan. Ja, maar ik wil toch iets zeggen. Wij moeten voorkomen dat we in dezelfde situatie komen als Schemert. Het was pas op Nieuwsuur dat de gemeente aangekochte grond, dure grond, ook. Ik weet niet wat die is dat de reden? Nee. Nou zijn we moment. En die wordt gezegd, waarschijnlijk moeten we die terugbrengen naar landbouwgrond. Juist, en daarom doet het college dit, want dan hoeven ze die grond niet af te boeken. Dat is de reden, nee, maar dat is eerlijk. Terugboeken naar landbouwgrond, dus dan wordt het weer landbouwgrond. Die kun je in de verkoop zetten. Tientje de meter. Ja. Dan moet Boekel op dat moment 5,5 miljoen afschrijven. Maar en ik denk dat niet is 1600 euro per gezin. En dat is de reden... Als we 1600 euro per gezin vragen om dat in... Ja. En dat is de reden waarom wij Ecodorp opgestart hebben. Moet ik hier nou de conclusie uittrekken dat eigenlijk het college al een half jaar ook niet gezocht heeft naar andere alternatieven? Nee, die zijn drukdoende geweest. Ja. En René van der Ven, je hebt er al niet uit. Ik wil nog even een positief. Het gaat nu alleen maar om het geld of ze het wel of niet op kunnen brengen. Ik denk het, de impact als Ecodorp Boekel zou ontstaan met alle innovatieve ideeën, met alle ecologische ideeën, met alle duurzame ideeën. Dan komt Boekel zo geweldig op de kaart te staan dat krijgt een impuls voor de totale economie in Boekel. Ik zou bijna zeggen, dan hebben we een randweg nodig. Dan zeker, dat had ik al gezegd. Ja, even uit met praten. Maar het heeft alleen maar over het geld gegaan. Ik vind het wel, we moeten wel zeggen, ik vind het de duurzame doelstelling van heel de vereniging. Ik vind het mooi dat het in deze tijd nog kan. Ik hoop ook echt dat ze het voor elkaar krijgen. We hebben net zo grote twijfels als iedereen, maar geef ze alsjeblieft de kans, want een alternatief ligt er niet. Geven we dan onze jongeren in Boekel-Veenhorst ook een kans om te bouwen? Je hebt helemaal kans. Als je ziet wat wij de afgelopen maanden hebben gedaan aan betaalbare woningen van 145.000, 150.000 euro van huurwoningen, wat er ontwikkeld wordt, er worden dit jaar 50 woningen. En dat zijn 30 rijtjes woningen, speciaal bedoeld voor beginners. Dus wij doen als gemeente behoorlijk wat voor de startende... En die mensen die hoeven dan, Ton, pas over 5 jaar te betalen?
Nou, maar ik heb ja, er zijn mensen die gaan in een vakantiewoning zitten of die bouwen een schuur en die gaan ze daarin wonen. Dus ja. Meneer Van Duinhoven, u heeft een oplossing. Ik heb een oplossing voor al die jongeren uit Boekel en ook voor de zoon van Manders, die dan toch zo graag dezelfde condities willen hebben. En dan is dat niet de crisisherstelwet. Langs mij ligt een stuk grond van 5 hectare. Ja. Ik heb er geen enkel probleem mee. En ik, misschien moet een raadsvoorstel van maken dat jongeren die daarop willen gaan wonen op dezelfde voorwaarden als op de ecodorpers. Ik weet niet of dat waarschijnlijk niet door de crisisherstelwet kan. Maar ook tijdelijk wonen, alles zelf aanleggen. Geen glas, alles zelf bekostigen. Maar mocht er daar iemand komen die daar iets gaat ontwikkelen, dan moeten ze vertrekken en alle kosten zijn voor hun. Je krijgt breng ze maar nooit meer van af. Nee, breng, nee, ja, breng, nee, nee, nu die, breng, dat is een, die, breng dat is een die jongeren, aanname, meneer Manders. Breng die jongeren uit Boekel en Venhorst. We leggen het vast. We leggen het vast. We weten het over een aantal jaar. Even de afsluiting. Hier. Nee, maar breng die jongeren uit Boekel en Venhorst die op dezelfde voorwaarden willen gaan wonen tijdelijk. Dan ben ik ervan overtuigd dat het langs jullie niet gaat lukken, Jan. Nee, maar dan laat ze maar komen, want we hebben daar, op deze voorwaarden, we hebben daar een stuk grond liggen van 5 hectare. En dat brengt, dan brengt het iets op en heeft al 14 jaar 0,0 opgebracht. Even en dan naar de volgende, want we gaan het blokje ook weer afronden, want het tijdje is om. Meneer Van der Wim, en ja of nee, zit Boekel te wachten op het ecodorp? Ja. Meneer Van Duinhoven? Ja of nee? Ja, alleen zit Boekel te wachten op het ecodorp? Wij willen ze wel een kans geven, ja. Meneer Willems? Het gaat om een kans geven en niet bij voorbaat deuren ja, dicht. Met alle condities. Ja, nee. Volgens mij ben ik tegen die zich altijd ja of nee houdt. Ja, ik twijfel ja, ook wel, maar ik probeer toch een uitspraak te doen. Ja of nee? Ecodorp? Boekels wel zijn? Ja, dat kan ik pas zeggen. Op het moment, nee. Als ze aan onze voorwaarden voldoen, dan is ja. Mee eens. Daar hoort iets bij. Mevrouw Van den Broek, ja of nee? Nou, zolang er geen duidelijkheid is over kans van slagen, is het nee. Maar als dat aan jullie voorwaarden doen, dan? Nee en, of eerst betalen. Nee of eerst. Nou, dat is duidelijk. Gaan we alweer naar het derde item. Al jarenlang is Nea Domo een onderneming in de problemen. Diverse plannen zijn ontwikkeld, van hotel tot een multifunctioneel gebouw. Uiteindelijk is er gekozen voor verbouwen. Ook bij de vorige verkiezingen stond Nea Domo op de agenda. Het lijkt erop dat de politiek niet goed weet wat men moet doen. Op dit moment wordt het zoveelste rapport geschreven. Maar wat gaan we doen? Goeie vraag, meneer Willems. U was momenteel nog wethouder en dit heeft u in de portefeuille. Wat gaan we doen? Eerst even rechtzetten wat filmpjes zeggen. Het zoveelste rapport, dat klopt in ieder geval niet. Er wordt nou 1 onderzoek uitgevoerd om eens te kijken. Zijn er toch al meer onderzoek uitgevoerd? Nee, er zijn niet meer onderzoek uitgevoerd. Er is een bedrijfsplan opgesteld door Nea Domo, wat als college is beoordeeld onvoldoende. We hebben een uitbreiding gehad van het bedrijfsplan, is behandeld binnen de raad. En daar bleken heel veel verschillende meningen te zijn. Dus de ene wil het verkopen, de ene wil het aankopen, de ene wil commerciële delen afscheiden. Er zijn zoveel verschillende meningen dat ik denk terecht is dat het college heeft besloten om een onderzoek te starten waarbij al die scenario's die op tafel zijn gekomen en door de raad zijn aangedragen als mogelijkheden om verder te gaan met Nea Domo, dat we die allemaal netjes naast elkaar zetten en alle scenario's bekijken. En dan kan ieder op basis van de feiten die er dan liggen een goede afweging maken en een goede keuze maken. En ik denk dat wij zuinig moeten zijn op ons Nea Domo. Het is ons huis, de letterlijke betekenis. En we moeten niet vergeten dat we al jarenlang, vanaf al 50 jaar dat Nea Domo bestaat, ook al jarenlang goed met Nea Domo overweg hebben gekund, ook op financieel gebied. En op dit moment zijn er problemen en dan verdient het niet om rigoureuze maatregelen van de ene op de andere dag te nemen. Het verdient het om onderzocht te worden hoe wij verder kunnen gaan met Nea Domo. Dat betekent dat de gemeenschap er iets van mag zeggen. Dat betekent dat de geledingen die gebruik maken van Nea Domo, alle verenigingen die hier hun huis hebben, mee moeten worden gewogen. En dat betekent ook dat het bestuur van Nea Domo zelf mag aangeven hoe ze mee verder willen. En dan kunnen wij als partijen binnen de raad een goede keuze maken, een goede afweging maken en dan bepalen hoe we met Nea Domo verder gaan. Moeten we privatiseren, meneer Van Duinhoven, Nea Domo? Privatiseren, dat heb ik nou niet in de mond gehad.
Boekerswelzijn vindt wel dat het gemeenschapshuis misschien anders ingevuld moet worden en dat ook de gemeenschap niet zonder gemeenschapshuis kan. Maar ik ben het wel eens met de woorden van meneer Willems, dat zeg maar, in het verleden heeft het altijd goed gedraaid. En dat klopt ook wel, maar de laatste 5-10 jaar is het langzaam een beetje naar beneden afgekalfd. En er is wel geld, nogal wat geld ingegaan vanuit de gemeente. En bij nader onderzoek ben ik ook achtergekomen, wat eigenlijk voor de meeste raadsleden misschien nog niet zo duidelijk was. We hebben sinds de laatste 10 jaar is er toch voor 1,5 miljoen euro hier geïnvesteerd. En dat is op zich nog niet zo erg, als je investeert in iets, maar dan ben je ook eigenaar. En in dit geval zijn we ook al geen eigenaar, ook niet. En dat zit me geweldig dwars. Wij bouwen sporthallen, wij bouwen kleedlokalen, we hebben de Horst gebouwd, we hebben hier van alles aangebouwd. Maar overal waar we iets bouwen, zijn we als gemeente eigenaar. En in dit gebouw is dat niet. Nee. En dat is een fout geweest in het verleden. Daar kan het huidige college niks aan doen. Daar kunnen wij met z'n allen hier niks aan doen. En dat is nu het juiste moment om recht te zetten. En daar heb ik al een voorstel gedaan. Oké, de partijen willen allerlei onderzoeken. Maar koopt het geheel. De gemeente koopt Niadom in zijn geheel. En ga dan bekijken hoe we dan het beste met dit gemeenschap verder kunnen gaan. Meneer Van der Ven, want is dat inderdaad wat de heer Van Duinhoven zegt? Ja, de heer Van Duinhoven is al wat verder in de oplossing. Wij hebben altijd gepleit, leg er eerst eens een strategische visie neer. Wat wil je echt daadwerkelijk met Niadom gaan doen en hoe wil je dat gaan realiseren? Voor ons als DOP staat overeind dat de podiumzaalfunctie, die moet overeind blijven. Dat is voor voorstellingen, voor carnaval hartstikke leuk. 2 vergaderzalen voor de Boekelse verenigingen. En de rest, daar moeten we mee doen wat goed is voor de Boekelse burger. Op het moment dat een bowlingzaal geld oplevert of een lunchroom geld oplevert en dat versterkt de rest en daardoor worden de lasten voor de gemeente minder, dan moet je dat doen. Privatiseren, we hebben het eerder genoemd, op het moment dat hier een private ondernemer komt die zegt ik wil die zaak kopen, ik hou dat open voor zoveel voorstellingen per jaar en met de carnaval en alles, ja, dan moeten we dat ook overwegen. Jarenlang heeft Niadom, er is altijd gezegd, er moet een hoop geld van de gemeente naartoe. Ze hebben ook jarenlang de broek zelf opgehouden. Ze kregen een vergoeding omdat ze dan gratis verenigingen lieten vergaderen. Ze kregen een vergoeding omdat ze zelf ooit verbouwing hebben uitgevoerd of fides. Maar er is heel weinig geld naartoe gemoeten. Wij komen straks naar een situatie dat als wij een gemeenschapshuis willen in Boekel, dat er vanuit de gemeente een beetje geld naartoe moet. En dat geld, dat is puur, wij kijken puur praktisch. Is het in zijn totaliteit het voordeligst voor de gemeente Boekel en de Boekelse burger? Dan gaat het in zijn totaliteit. Moeten we gedeeltes verkopen, gedeeltes verhuren, dan doen we dat. Voor ons blijft overeind. Podiumzaalfunctie, 2 vergaderzalen. Dat is voor ons Niadomo en dat is voor ons voldoende. Want hoe denkt dan de oppositie erover? Hè? Bijvoorbeeld CDA en de VVD. Steunen jullie eigenlijk wel dat Niadomo gewoon Niadomo moet blijven, meneer Mander? Ja, nou, het is zo dat wij als VVD denken dat we zuinig moeten zijn op Niadomo. Niadom is het hart van Boekel. Met het plein samen, daar moeten we heel erg zuinig op zijn. Nou is het wel zo dat wij vinden dat de podiumzaal moet blijven bestaan. Die mag ook vanuit de gemeente gesubsidieerd worden. Daar mogen gemeenschapsgelden naartoe. Maar we hebben wel een probleem met de commerciële gedeeltes. En dan denken we aan de lunchroom of dan denken we aan de bowlingbaan. Maar dat probleem, dat is er in principe niet. Want per 1 juli krijgen we wetgeving waar duidelijk in geregeld wordt dat de overheden, waaronder de gemeente valt, absoluut geen geld meer mogen brengen naar commerciële activiteiten in gebouwen of wat dan ook in gemeentes. Dus datgene wat de heer Van der Ven vertelt is wel aardig en mooi, maar je kunt straks gewoon geen subsidie meer geven aan bijvoorbeeld de bowlingbaan of aan het lunchcafé. Dat is voorbij. En dat is eigenlijk de visie die wij dus als VVD hanteren. Volgens mij heb ik niet gezegd dat ik subsidie wil geven aan de bowlingbaan of aan de... Nee. Nou, misschien heeft als wij subsidie willen geven, begrepen. Is het alleen voor de podiumzaal en voor de 2 vergaderzalen, ja. En de rest... Nee. Het CDA, mevrouw Van den Broek. En wil de VVD ook subsidie voor de podiumzaal? Ja, ja, duidelijk. Dat heb ik ook altijd gezegd. Hè? Altijd. Ja. Niadomo, ons huis, is heel erg belangrijk voor Boekel. Als CDA vinden we dat het behoud van Niadomo een heel belangrijk aspect is. De situatie is eigenlijk in de loop van de jaren langzaam ontstaan. Het probleem is dat er enorme rentelasten zijn die elk jaar betaald moeten worden. En eigenlijk als een molensteen de exploitatie van de Niadomo hangt. Het CDA heeft vertrouwen in het nieuwe bestuur van Niadomo. En door heel lang of elke keer te wachten met een
oplossing te komen. De Nieuwdomen is met een verzoek gekomen. Uitstel is alleen maar problemen groter maken. Dus dit onderzoek wat nu plaatsvindt, ik neem aan dat we daar in mei daar uitsluitsel van krijgen. Dat is eigenlijk al in november 2013 al aangezwengeld. We zijn alweer een aantal maanden verder. We zullen dus echt nu knopen moeten doorhakken. En als dat betekent dat Neodomo in dezelfde constructie als de Horst bij de gemeente komt, waardoor die rentelasten dus enorm zullen worden verlaagd en niet meer drukken op die acceptatie, dan is dat voor het CDA een alternatief. Maar even, dan ga ik eventjes denk ik verder. Hè? Want we hebben hier in Boekel een heleboel ondernemers, horecaondernemers, die willen hetzelfde. Die zouden ook wel een beetje ondersteuning willen hebben, denk ik, voor hun perikelen. Is dat dan reëel, meneer Van der Ben? Want dat we hetzelfde doen wat we nu aan Neodomo geld instoppen als gemeente, dat kunnen we dan ook de rest van de horecaondernemers geven. Ja, maar de rest van de horecaondernemers heeft ook nooit willen investeren in een grote zaal waar massale feesten. Ze roepen het altijd wel, ik wil wel subsidie hebben. Dan moet je het hele jaar door gratis verenigingen laten vergaderen. Ja, ik zou het persoonlijk niet erg vinden als Peter van Nieten zegt van juist, ik bouw een accommodatie à la Neodomo en ik ga dat zelfstandig exploiteren. En er zou net zoveel geld bij moeten. Waarom niet? Maar ik vind de ondernemers, ze roepen wel, maar ze komen ook nooit met concrete plannen. En misschien waren wij wel heel erg geholpen geweest als de Boekelse horeca een paar jaar geleden heeft gezegd, laten wij met al... Maar is dat overlegging geweest dan? Nee, dat is alleen gezegd, wij willen die subsidie ook wel hebben. Net of wij altijd bergen subsidie naar Neodomo hebben gebracht. En zo is het absoluut niet. Maar het heeft altijd de gemeenschap wel geld gekost, dames en heren? Wij hebben verbouwingen, maar op een gegeven moment, als het straks echt fout gaat, dan hebben we nog altijd de ondergronden en een... En een gebouw, dus het financiële risico, dat valt tegen. Nee, het is wel zo dat we te veel geïnvesteerd hebben in die oude meuk. En daardoor zijn de lasten voor Neodomo zo hoog opgelopen, dat met de huidige lasten die ze moeten betalen, is dit ding nooit exploitabel te krijgen. Dus, was het wat geweest, meneer Van Duinhoven? We hebben hier de sporthal onlangs afgebroken, nog niet heel lang geleden. Hadden we niet hier een multifunctioneel gebouw neer moeten zetten, eigenlijk aan deze zijde van Boekel? Ja, het zou een oplossing kunnen zijn, maar ik wil toch terug even naar Neodomo. Neodomo, de ondergrond is van de gemeente. En al wat erop staat, heeft de gemeente niks over te zeggen. Dat is van de stichting. Wil niet zeggen dat de gemeente, en dat zit voor mij de kneep. We hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd. Via leningen, huur, hoe dan ook. Maar uiteindelijk hebben we alles zelf betaald. Om maar een voorbeeld te noemen. De bunker die aan de zijkant die heeft 800.000 euro gekost. En heeft de gemeente nu al meer dan 1 miljoen voor betaald. En we zijn geen eigenaar. En dat kan niet. Dus nu met deze economische crisis. Neodomo staat onder water. Dat laat me eerlijk zijn. Dus neem de zaak over. Stel een huurprijs vast op basis van koopprijs. En daar moet Neodomo verder. En dan kun je nog eventueel een tegoed doen of een vergoeding geven voor de podiumzaal, pleinzaal, voor de culturele activiteiten. Ja. En of het nou de stichting terughuurt of een ander ondernemer, dat maakt me niet uit. Meneer Willems, wat even kijken. We hebben de Horst, we hadden het zojuist al over de Horst. Heeft eigenlijk ook heel veel centen al gekost in het verleden. Kost het nog, Neodomo. Is het dan wel goed dat we eigenlijk twee gemeenschapshuizen hebben in de gemeente Boekel die ontzettend veel geld kost? Ik denk dat elke leefgemeenschap zijn gemeenschapshuis verdient. En ik denk ook dat elke leefgemeenschap die daar eentje bezit, zich zo goed mogelijk moet inspannen om ook zelf mee te helpen om een gemeenschapshuis in stand te houden. Zo'n gemeenschapshuis is het kloppend hart van de gemeenschap, maar daar moeten we ook zelf een bijdrage aan leveren. We hebben in Venhorst een winkel gehad, als we daar zelf niet naartoe gaan, dan verdwijnt die. We hebben openbaar vervoer hier in Boekel, maar als we niet in de bus gaan zitten, dan verdwijnt het openbaar vervoer. We hebben een gemeenschapshuizen in de dorpen, als we daar zelf geen gebruik van maken en niet naartoe gaan, dan verdwijnen die ook. We hebben het ook zelf in de hand. Dus laten we niet andere mensen zwarte pieten of verwijten. Er zijn hier investeringen gedaan die nu geld kosten. Dat is gewoon een feit en daar zullen we op moeten lossen. En Neodomo en bestuur heeft zich heel hard ingespannen om daar werk van te maken. Daar de kosten te verminderen. En wij,
Als dat niet meer gaat, dan is inderdaad de laatste stap die een bestuur kan zetten om bij de gemeente aan te kloppen, omdat het ook een gemeenschapshuis is. En wij willen meedenken, maar niet direct mee financieren. Wij willen kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Zet ze nou netjes naast elkaar en maak als raad dan een keuze. We hebben allemaal verschillende standpunten als fracties binnen de raad. Laten we die eens op een rijtje zetten en dan maken we samen die keuze. Maar geef dan ook de gelegenheid daarvoor en ga niet zeggen van we zijn al zo lang bezig. Dat heeft ook tijd nodig om dat inzichtelijk te maken. Dat kun je niet van vandaag op morgen voorleggen. Eerst meneer Manders, dan de heer Verwin. Meneer Manders, wat u... Ja, het is inderdaad, even terugkomend op datgene wat er net verteld werd over de ondernemers. De ondernemers hebben al jaren, tenminste de horecaondernemers, hebben al jaren aan de bel getrokken dat zij problemen hadden met de commerciële activiteiten en dat zij daar die subsidie niet op zijn plaats vonden. Dat Niadoom moet blijven bestaan als dorpshart is voor de VVD ook een vast punt. Daar willen wij ook investeren, maar niet in commerciële activiteiten. Meneer Verwin? Ja, ik hoorde net meneer Willems zeggen, want Niadoom is het kloppend hart van Boekel en voor het verenigingsleven. Ja, het feit ligt gewoon anders. Als je nu tussen de Statenweg en de Zijp kijkt, er zijn gewoon 8 verenigingen met een eigen tap. En op het moment dat iedereen wil dat we bij een gemeenschapshuis hebben, ja, laat dan Niadoom ook het gemeenschapshuis zijn. Er worden hier meer feesten op niet-commerciële locaties of op Niadoom gehouden dan in de locaties waar het voor geschikt is. Dus op het moment dat de gemeenschap Boekel zegt, we vinden het kei belangrijk, ga er dan ook eens een keer naartoe. Als je ziet wat voor activiteiten bij Boekel 700 afgelopen jaar in Niadoom zijn geweest, dat is gewoon eigenlijk schrijnend. Mensen die huren liever voor veel geld een tent als dat ze hierin zitten. Dus als wij de Niadoom willen, straal dat dan ook uit. En een vereniging komt dan ook naar Niadoom, dan krijg je een win-win situatie. En dat was wel even de kritische noot die ik wilde kraken. Meneer Duinhoven? Ik hoorde meneer Wilms net zeggen, ja, wij gemeente willen als college oplossingen zoeken voor de Niadoom. En wij willen niet financieren, maar willen oplossingen zoeken. Dan wees eerlijk, hè? Op het moment dat er een oplossing is en er moet financiering gevonden worden, staan wij weer aan de lat. Niadoom kan geen cent krijgen bij geen enkele bank of de gemeente staat garant. Dus ofwel, wij lenen ze geld of wij staan garant. Eén van de twee. Dus kom niet aan boord bij mij, want wij lossen op, wij zoeken naar oplossingen, maar wij willen niet financieren. Wij gaan alles financieren. Het voorstel wat er lag, wat we binnen de raad hebben behandeld, dat was om een tijdelijke krediet beschikbaar te stellen voor Niadoom, zodat zij na dat krediet... Al. Ja, dat is financiering. Maar dat betekent niet continu financiering. Dat betekent tijdelijke financiering, zodat Niadoom door de zware tijden heen kan trekken en dat ze daarna op eigen benen zouden staan. Dat betekent een start en een begin meegeven en subsidiëren. Dat betekent in onze ogen binnen de gemeente dat we tientallen jaren lang achter elkaar hetzelfde bedrag meegeven. En dat doen we nu al alle verschillende jaren. Als we het voorstel zien, dan zegt Niadoom, wanneer we commerciële activiteiten afstoten, dan hebben we eigenlijk 70.000 euro per jaar nodig van de gemeenschap. Dat betekent bijvoorbeeld dat we 5% OZB-belasting omhoog moeten doen. Als we eenmalig geld geven en daarvoor zorgen en aan bijdragen en ook de gemeenschap meekrijgen om een bijdrage te leveren, dan is met een eenmalige investering, kan Niadoom weer opnieuw zoals de afgelopen jaren op eigen benen staan. En dan hoeven we niet structureel alle jaren lang 70.000 euro vanuit de gemeenschap bij te dragen aan Niadoom. Dat zijn aannames van u. Ik geloof ze niet. Dan gaan we nog een keer op. Want we gaan deze stelling ook eventjes afsluiten. Ja of nee? Meneer Manders, de gemeente Boekel moet geld blijven pompen in Niadoom. Als wij Niadoom willen behouden, dan zal daar geld in moeten blijven gaan. Dus ja. Als wij een gemeenschapshuis zoals Boekel in stand willen houden, dat vinden we heel belangrijk voor de leefbaarheid van Boekel, dan zal daar vanuit de gemeente zal daar geld bij moeten. Meneer Willems? Ik hoop op eenmalige bijdrage en Niadoom weer snel zelfstandig te zien worden. Meneer Beduinhoop. Alle Boekelenaren luisteren, want hier zitten ze niet. Ik kan slechts zeggen dat wij geen geld over hebben voor de gemeenschapshuis. Boekels zijn er zeker geld over voor een gemeenschapshuis. Dus we moeten er geld in blijven. Maar maken. Ja, wel op een andere manier. Ja. Dus die optie moet je ook op. Ik merk wel dat de rest zich niet beperkt tot ja of nee, dus ik doe deze keer ook niet. Podiumzaalfunctie, zeer belangrijk voor Boekel. Willen we geld insteken, rest moeten we doen wat het minste geld kost voor de gemeente Boekel en haar inwoners. Kijk, bij deze. Goed, dat waren de eerste drie items.